Welkom bij Vasco. Mijn naam is Dagmar, senior consultant bij Vasco. Ik spreek met Bente, zij speelt waterpolo voor Team NL. En we gaan het hebben over business improvement, hoe zij elke dag een stapje beter gaat worden. Hoe heeft het team gewerkt om elke dag zichzelf te verbeteren? Ik denk dat er een aantal factoren heel erg belangrijk zijn. Als eerste is de samenwerking in het team denk ik enorm verbeterd. En daarmee de communicatie ook vooral. En iedereen voelt zich echt op zijn gemak en op zijn plek denk ik om zich uit te spreken. En dat enorm bijdraagt aan onze groei als team, de communicatie en daarmee ook echt de samenwerking. Ik denk daarnaast ook dat het heel erg belangrijk is dat we als individu heel erg bewust bezig zijn met onze verbetering. En dat Richard ons ook echt heel erg helpt om als individu bijvoorbeeld beelden te kijken. Voorbeelden uit de internationale sport, andere landen, andere speelsters. En daar dus ook individueel feedback op krijgen in plaats van dat het constant alleen maar een teamproces is. En dat zo'n individueel proces enorm kan bijdragen om uiteindelijk als team de grootste verbetering voor te brengen. Wat zijn voor jullie de belangrijkste ingrediënten om elke dag een stapje beter te worden? Ik denk dat we kritisch blijven. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk echt wel hele mooie prestaties neergezet. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we kritisch blijven en dat het gewoon altijd beter moet. En onze tegenstanders zullen er ook alles aan doen om te verbeteren, om ons volgende keer wel te kunnen verslaan. Dus ook wij moeten daarin gewoon kritisch blijven en echt blijven kijken naar wat we nog meer kunnen verbeteren om aan de top te blijven eigenlijk. Hoe gebruiken jullie nieuwe ideeën en innovaties om continu te verbeteren? Ik denk dat vooral de staf hier heel actief mee bezig is. Dat zij echt nieuwe ideeën en innovaties gebruiken om onze training meer te personaliseren. Ze gebruiken elke keer bijvoorbeeld nieuwe testen om onze fitheid te meten. En op die manier worden de trainingen echt meer individueel afgestemd. En ik denk dat we zo een beter begrip hebben ook voor waarom we iets doen. En dat het ook uiteindelijk haalbaarder is. En dat je misschien ook wel veel sneller verbetering ziet bij jezelf. In plaats van dat we allemaal maar hetzelfde doen. Hoe houden jullie een goede balans tussen inspanning en rust? Ik denk dat die lijn over het algemeen bij topsport best wel dun is. En dat het ook zeker in het verleden wel is gebeurd dat meiden toch wel misschien een stukje overtraind waren en dat de inspanning te hoog was. Maar tegelijkertijd ben je elke dag bezig met grenzen verleggen. We zorgen in ieder geval dat we twee keer in de week een bepaald logboek invullen. Dus dat de staf op de hoogte is van onze energie, van eventuele ziekteklachten, pijnklachten, dat soort dingen. En daarna kunnen we ook aangeven hoe we de belasting hebben ervaren. En ik denk dat dat ook vooral heel belangrijk is, dat iedereen op individuele basis kan aangeven hoe we de weekbelasting hebben ervaren. Hoe zorg je ervoor dat het teamgevoel geborgd blijft, ook al is er een verandering gaande? Ik denk dat wij ons heel erg vasthouden aan dat niemand onvervangbaar is. Dat we echt enorme kwaliteiten hebben in ons team als individu. Maar dat we daarin ook echt vertrouwen op het feit dat als de een het even niet kan opbrengen, dat een ander dan opstaat. Ja, we willen echt compleet spelen, maar mocht er iemand wegvallen, dan is dat oké. En dan breekt er ook geen paniek uit. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je daarin echt vertrouwen in hebt met elkaar. Dat we zoveel meiden hebben met heel veel kwaliteiten. Dat zelfs de meiden die niet meegaan aan een eindtoernooi op kunnen staan als het nodig is. Afgelopen periode hebben jullie heel veel bereikt. Maar hoe worden die successen nu gevierd? Nou, die worden wel goed gevierd. Ik denk dat het heel belangrijk is om die goed te vieren met elkaar. Het is vaak echt een ontlading na een hele intensieve periode. En het zorgt ook gewoon voor een enorme teamsfeer. Ik denk dat dat de leukste avonden zijn. En ook wel de avonden die je misschien wel bijblijven als je eenmaal bent gestopt. Waardoor je daarna ook weer op kan laden. Ik denk dat je het anders ook niet volhoudt. En je moet er ook gewoon van genieten als er dan een keertje echt een succes heeft plaatsgevonden. Heel erg bedankt, Bente. Geen probleem. En we wensen je heel veel succes deze zomer. Ja, dankjewel. We gaan ervan genieten.